een van de makers, een van de belangrijke makers staat hier tegenover me, Jacques van Herten. Wat heb je allemaal precies gedaan voor deze film? Ik heb de camera bediend. Maar daarnaast zijn er ook nog andere dingen. Ja, natuurlijk zijn er een heleboel andere dingen. Kijk, Peter van de Ploeg heeft natuurlijk het script gemaakt. Want Peter kon het geweldig goed vertellen. Maar mijn vraag is dan altijd, wat voor beelden gaan we erbij maken? Ik had echt zoiets van, ja, we stappen van het ene museum in het andere museum. Wordt het nog wel een beetje om aan te zien. En we hebben uiteindelijk dus voor de constructie gekozen met mooie verplaatsingstukken daartussen. Waardoor we ook een mooie voice-over kwijt konden. De voice-over was trouwens van Sophie Vergeer. Zo was ze helaas niet. Uiteindelijk ben ik wel heel trots op het feit dat we het toch... Tot volgens mij een heel levendig verhaal hebben kunnen verwerken. En er staat inmiddels weer een hele mooie nieuwe productie op stapel ook. Dus geweldig om op zo'n manier samen te werken voor zo'n mooi museum als Huygens Hofwerk. Jacques en Daisy. Daisy, ook je tweede grote productie die je gemaakt hebt nu. Als je deze twee producties met elkaar vergelijkt, wat was het grote verschil tussen deze twee? Nou, Naves en Neetje was natuurlijk gewoon een leuke reis en het was heel logisch wat de volgorde zou zijn. En bij deze productie hebben we echt moeten kijken van wat is het verhaal, wat is er logisch, wat volgt op elkaar en hoe krijgen we ook nog een leuk eind. Nou, dat is Peter wel gelukt, hè? Betekent dat je minder mogelijkheden had voor improvisatie tussendoor? Nee, want dat lukt ons altijd wel, want met Peter moet je gewoon altijd improviseren. Want je hebt dan een script en vervolgens ga je aan de gang en je hebt niet van tevoren de locaties bekeken. Dus op locatie kijk je van, hé, wat is er leuk om te filmen en daar zit dan de improvisatie in. En aangezien we niet altijd even tekstvast zijn, zit daar ook een heleboel improvisatie in. Betekent dat je bij deze productie veel meer uit de kast moest halen dan bij de vorige productie? Ja, absoluut, ja. We moesten echt veel meer nadenken van is dit nou logisch wat we nu gedaan hebben? Of moeten we daar nou achteraf toch nog weer een creatieve oplossing voor vinden? Wat is nou het moment waar je het meest aan terugdenkt bij deze productie? Ja, eigenlijk was alles wel heel erg leuk om te doen. Oké, veel plezier nog. Dankjewel. Peter van der Ploeg, een van de makers van de film. Wat kunnen de bezoekers verwachten zometeen? Een film van 40 minuten die een beeld brengt hoe Constantijn Huygens en Rembrandt 10 jaar lang tussen 1629 en 1639 intensief met elkaar samenwerkten. En wanneer kwam het idee voor deze film? Een jaar of anderhalf geleden. Toen hoorde ik dat dit het Rembrandtjaar zou zijn. Ik zou daar graag aan meedoen, dacht ik. Maar ik heb natuurlijk een huis waarvoor ik geen Rembrandts krijg en ik heb geen Rembrandts. Maar dit is wel het huis van de ontdekker van Rembrandt. Dus ik dacht, nou, als ik een film maak met een mooi verhaal, zou ik mee kunnen doen. En dat heeft gewerkt. Van harte welkom. Het is het Rembrandtjaar. Ik dacht anderhalf jaar geleden, ja, wil ik best meedoen. Maar ik heb geen Rembrandts. En in zo'n klein huisje met een typerend buitenhuisklimaatje krijg ik ook geen Rembrandts. Maar dit is wel de buitenplaats van de man die een grote rol speelde in het bekend worden en de loopbaan van Rembrandt. Ik dacht, daar kan ik iets mee. Laat ik een film maken. Dat met Jacques van Herten en Daisy Goudman, de filmers met wie wij ook voor de Venetië film hebben gewerkt. De film heet Constantijn ontdekt Rembrandt. Ontdekt natuurlijk een beetje tussen haakjes. Ik ga het kort houden. We gaan de film kijken. Veel plezier. Tussen Rembrandt van Rijn en Constantijn Huygens. Tussen een veelbelovende jonge kunstenaar en een ambitieuze secretaris van de Prins van Oranje. Van die contacten zijn sporen bewaard gebleven. Kijk, 1935, Rembrandt, 600 schilderijen, heeft onze grote held. Binnen de jaren 80, Rembrandt, neergezet in zijn sociale milieu, voor het eerst alle schilderijen in kleur. Jo Rembrandt en Jan Lietens in samenwerking gaan we straks in Leiden bekijken. Rembrandt als mens wordt steeds belangrijker. Technisch onderzoek, hoe maakt hij die schilderijen toch? En het bijzondere is dat in bijna al die boeken Constantijn Huygens voorkomt. En al die boeken voorkomt? De twee redenen. De eerste is dat Constantijn in de winter van 1629
De jonge Rembrandt bezoekt op zijn atelier in Leiden. En Constant schrijft daarover. Hij stelt... Wil jullie even naar voren komen? We hebben met jullie sinds een jaar of 5, 6 ontzettend veel filmpjes gemaakt. Met de Venetiëfilm zijn we echt aan een groter project begonnen. Ik heb daar heel veel van geleerd toen. Dat een film maken iets heel anders is dan een tekst voor een artikel schrijven of een boek maken. Ik heb dat ontzettend leuk gevonden. En ja, dat jullie dat nu weer wilden. Dus mijn dank. Jullie mogen eerst dit uitpakken. U heeft net de film bekeken. Wat vond u van de film? Ja, ik vond het heel bijzonder. En ook vooral die verhouding tussen Constantijn en Rembrandt. Ja, ik wist het een beetje, maar niet dat het zo ver ging met zo'n samenwerking eigenlijk zo'n lange tijd. Dus ik ben verrast. Is het de eerste productie die u gezien heeft van Jacques van Herten? Nee, ik heb de vorige productie ook gezien van over Venetië en... Dat vond ik ook heel erg leuk, ja. De film van Rembrandt wordt gebruik gemaakt van voice-over. Yeah. En de stem van Rembrandt is gedaan door Frans Blom. Zeker, ja. Ja. Dus we hebben Ad Leer in het veld en ik hebben al een heel lang contact met elkaar. We zijn allebei uit het Huygensonderzoek. Ad heeft natuurlijk de Nederlandse jeugdpoëzie gedaan. En ik heb de autobiografie van Huygens behandeld. En toen Peter met het plan kwam om deze film te maken, toen zei hij, ja, we hebben een Huygens nodig. En we hebben een Rembrandt nodig. Huygens ging naar Ad en Rembrandt ging naar mij. Hoe was het om de stem van Rembrandt te zijn? Het was heel moeilijk. Weet je dat? Ik had nooit gedacht dat zo'n geweldige schilder zo moeilijk Nederlands kon schrijven. Ik zeg het nu heel zachtjes, zo slecht Nederlands kon schrijven. Er is bijna geen zin in die brieven die van voor tot achter klopt. Het zijn allemaal, zoals je dat in taalkunde noemt, anacoluten. Zinnen die niet helemaal goed lopen, die ontsporen. En misschien was hij wel met zijn hoofd ergens anders. Hij schrijft ook vaak in der haast. Hè. Ik heb het snel opgeschreven. En daardoor kan er misschien wel een foutje in zijn Nederlands zijn opgetreden. Maar ik moest dus tijdens dat voorlezen heel vaak woordjes insmokkelen of de zin net even anders buigen. Omdat het belangrijk was dat het publiek van vandaag de dag het nog een beetje begreep. Ben je daarvoor ook nog geregisseerd? Peter heeft me de tekst tevoren opgestuurd, de 17e eeuwse tekst. En ik heb het 's avonds wel zitten repeteren. En ik moest iedere brief ongeveer 3 keer lezen om goed te kunnen begrijpen wat er nou eigenlijk stond. En dat lag niet aan mijn gebrek aan kennis, want ik ben al heel lang in het vak van de 17e eeuw bezig. Ik heb ook al heel veel brieven gelezen. Maar deze brieven van Rembrandt zijn gewoon hartstikke moeilijk. Ik zit zelf in de film, dus... Ik vond hem eigenlijk heel mooi. Het was heel leerrijk over Rembrandt en over Huygens. Het viel me op dat u zonder handschoentjes het handschrift betastte. Ja, mensen denken altijd dat als je handschriften gebruikt, dat je handschoenen moet aandoen. Maar van die katoenen handschoenen, daar kun je helemaal geen bladeren mee veilig omslaan. Want dan scheuren ze. Dus wij doen het gewoon met blote handen. Als je je handen goed schoonmaakt, dan is er geen probleem. Wang Choi, bestuurslid van de vereniging Hofwijk, heeft net de film bekeken. Wat is uw eerste reactie? Ik denk het is een fantastische film. Het is natuurlijk een uitleg over Constant en Huygens vooral. En de relatie met Rembrandt. En dat is echt heel goed gedaan. Het speciale vind ik, er is weinig geschreven over Rembrandt. Alleen Constant en Huygens heeft er nog documentatie daarvan. En om dat te horen, in context met de schilderijen die hij gemaakt heeft. En dat ze ook in de film laten zien. Dat is denk ik heel bijzonder. En ook de locaties. Hè? Den Haag, Leiden. Hè? Waar hij dus in Amsterdam. Waar hij vooral gewerkt en geleefd heeft. Wat betekent deze film voor Voorburg? En met name voor het Huygenskwartier? Ik denk dat het heel veel kan betekenen voor Leidschendam-Voorburg. Omdat Constantijn Huygens en dit Huygensmuseum. Is meer bekend buiten Nederland. Dan in Nederland. En ik denk dat het belangrijk, deze film vooral belangrijk is om de Nederlandse mensen en de bewoners en de gemeentebewoners bekendheid te geven wat de betekenis van Constantijn was als staatsman, als kunstkenner, als dichter. En dat is een van de belangrijkste dingen, denk ik, die verhuizen. En natuurlijk, met deze film kunnen we ook nationaal en internationaal een beetje gehoor maken. Nou, Joey, bedankt. Graag gedaan.
Astrid van Ekelen, wethouder van cultuur van Leidschendam-Voorburg. Wat betekent deze film voor de gemeente? Nou, deze film betekent enorm veel voor de gemeente. Het legt de basis natuurlijk van de relatie tussen Rembrandt en Huygens. En dat beeldt het heel goed uit en laat het heel goed zien. Dus daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op. Wist u die relatie voordat de film vertoond werd, dat die twee contact met elkaar hadden ongeveer 10 jaar lang? Nou, ik was vorige week bij de opening, nou 2 weken geleden was dat, bij de opening van tentoonstellingen. Daar werd het wel verteld, maar voorheen wist ik dat inderdaad niet. Dus dit betekent waarschijnlijk ook voor heel veel inwoners van de gemeente nieuwe informatie? Dat denk ik wel. Ik denk dat heel veel inwoners hiervan opkijken dat er toch een relatie ligt tussen Voorburg en Rembrandt. En dat is wel heel bijzonder. Ja, nou is Hofwijk natuurlijk al internationaal ook al heel bekend. Dit geeft natuurlijk nog een extra promotie voor deze stad. Ja, dit geeft een extra promotie. En ik weet ook dat er leuke arrangementen zijn waar mensen de film kunnen komen bekijken en na afloop nog over kunnen discussiëren. Dus ik denk dat dat wel een hoop bezoekers gaat opleveren. Daar zit de tweede productie van Jacques van Herten met de groep, met Peter van der Ploeg en met Daisy. Wat vond u van de film? Ik vond hem fantastisch. De opnamen waren echt spectaculair en het verhaal was echt, ja, toch wel op een bepaalde manier spannend. Dat je echt geboeid bleef luisteren. Dus ik heb er echt van genoten. En nog nieuwe dingen gehoord? Nou, nieuwe dingen. Ja, ik heb nieuwe dingen gezien. In Leiden, waar Rembrandt schilderde. En ook in Amsterdam. En ook de relatie met Constantijn Huygens. En over de briefwisseling. En dat was voor mij allemaal wel heel nieuw. Gaat u nou op een andere manier naar de schilderijen van Rembrandt kijken? Een beetje wel. Zijn ook eigenlijk een beetje van Voorburg, toch? Oké, bedankt. Dag, graag ja. gedaan. Het was wederom een hele bijzondere ervaring om met dit team deze documentaire te maken. We hebben natuurlijk 2 jaar geleden een hele mooie ervaring opgedaan met de Huygensreis naar Venetië. Dit keer een totaal andere film. Een film waarvoor we een aantal musea hebben bezocht. Misschien niet zo'n sexy onderwerp, maar uiteindelijk wel een heel bijzonder product geworden. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik zelf eigenlijk met heel veel plezier en met enige trots terugkijk op dit product.